Mijn naam is Ben en vandaag ga ik jullie vertellen hoe je de trapas van je fiets kunt vervangen. Dit werkt voor zowel normale fietsen als voor elektrische fietsen met een voorwielmotor eigenlijk precies hetzelfde. Het enige verschil is dat je bij een fiets met voorwielmotor vaak een trapsensor hebt. En die zit ook op de fiets hierachter. Maar verder is het precies hetzelfde idee. Dus bij een normale fiets is het alleen nog iets eenvoudiger. Wat je hiervoor nodig hebt is een kringtrekker, een trapassleutel. Die komen in verschillende vormen en maten. Het is gewoon een losse dop. Maar soms heb je ook sleutels met handvatten eraan en zo. Maakt allemaal niet uit. Het principe is precies hetzelfde. En verder heb je nog wat standaard handgereedschap nodig om de kettingkast te demonteren en dat soort dingen. En ook ga ik je in deze video vertellen welke maat je nou precies nodig hebt als je een nieuwe trapas wil bestellen. De trapas van deze fiets gaan we vervangen omdat er een enorme kraak in zit als je kracht zet op de pedalen. Dus dat is echt een probleem bij deze fiets. We hebben al geconcludeerd dat het probleem echt in de trapas zit. Dus die gaan we nu vervangen. Als eerste demonteren we de krenkbout. Alles gaat bij deze fiets vrij makkelijk los, omdat het een vrij nieuwe fiets is. Dat kan bij oudere fietsen wel eens wat lastiger zijn. Dan draaien we nu de kringtrekker erin. Ik heb een kringtrekker met een handvat eraan. Soms zijn ze ook los. Maakt in principe niet uit. Het werkt allemaal precies hetzelfde. Zorg dat de kringtrekker goed diep in de kring gedraaid zit. Dat hij niet meer verder kan. Als je de kringtrekker er niet helemaal tot achter en toe indraait en gaat vervolgens de kring eraf duwen, dan kan het zijn dat je de schroefdraad beschadigt. Dus het is belangrijk dat de kringtrekker er altijd helemaal tot het eind in zit. En dan duwen we nu met de kringtrekker zo de hele kring eraf. Dan hebben we nu, zoals ik net al zei, hier de sensor zitten, de trapsensor. Dus die zit bij een normale fiets niet. En bij een elektrische fiets met voorwielmotor wel, maar die kun je er zo afhalen en daar heb je verder helemaal geen last van. Dan zit de trapas en dan gaan we nu de krenk aan de andere kant demonteren. We gaan nu eerst de kettingkast even demonteren, zodat we wat meer ruimte krijgen om bij de andere krenk te komen. Die moet er toch af, anders kun je niet bij de trapas. Dan gaan we nu de andere krenk eraf draaien. Het kan ook zijn dat je je trapas moet demonteren als je bijvoorbeeld een andere kettingkast wil monteren. Dus dan kun je dit ook doen. Nu zetten we er een nieuwe trapas in, maar je kunt natuurlijk ook dezelfde trapas er weer in draaien. En dat is die. Dan gaan we nu de trapas demonteren. De trapas aan de kettingkastkant, die gaat zo los. Dus je draait eigenlijk richting het voorwiel. Richting het voorwiel is los. Zoals ik al zei, deze fiets is vrij nieuw, dus het gaat hier heel makkelijk. Mocht je nou een wat oudere fiets hebben en wordt het echt heel lastig om hem zo los te krijgen, dan heb je nog een aantal opties. Je kunt kiezen voor een wat betere trapassleutel. De trapassleutel die je nu op dit moment in beeld ziet, die heeft twee handvatten waardoor je heel veel kracht kunt zetten. En die wordt automatisch tegen de trapas aangedrukt, zodat hij niet scheef kan gaan. En dan kun je echt wel veel meer kracht zetten. Je kunt het ook proberen met een slagsleutel, op zowel lucht als elektrisch. Dan gaat hij eigenlijk altijd los. Alleen je moet er wel om denken dat de trapas niet kapot gaat, terwijl je dit doet. En uiteraard is het zoals altijd, als iets heel erg vast zit, is het goed om er kruipolie tussen te spuiten. Dit wil nog wel eens helpen. En je kunt eventueel nog de buitenkant van het frame waar de trapas in zit een beetje proberen te verwarmen. Daardoor gaat het uitzetten en dan kan er ook net wat ruimte komen op de trapas, zodat je hem los kunt krijgen. Ze hebben hier denk ik vanuit de fabriek ook wat vet tussen gedaan. Dat scheelt ook een hoop. Dat vet gaan we er straks ook weer tussen doen als we de nieuwe monteren, zodat hij er de volgende keer ook weer makkelijk uit wil. En dan is dit de trapas. Als je dus nu een nieuwe trapas wil uitzoeken, dan is deze maat is het belangrijkste, de totale lengte. Dus dit is een trapas van 122 mm, dus dan heb ik ook een trapas van 122 mm weer nodig. Als ik er nou een kan vinden van 121 of 123, dan kan dat ook wel. Dan komt de krenk iets meer naar buiten te staan. Alleen meer dan dat moet eigenlijk niet, want dan kan het zijn dat je kettingloop niet meer klopt. Of dat je krenk tegen de kettingkast aankomt, dat soort dingen. Een millimetertje, dat kan wel, maar veel meer liever niet. Dan kunnen we nu de dop aan de andere kant er ook uitdraaien. Gaan we nu deze kant eruit draaien. Ook hier draaien we weer richting het voorwiel.
Dus zo naar voren toe, die kant op, draai hem los. Deze kant gaat wel wat zwaarder. Ik zie ook dat er loktijd tussen zit. Dus dat helpt ook niet mee om hem los te krijgen. En dat is de andere kant. De andere dop is er ook uit. Wat ik nu dan graag even doe is de trappas schoonmaken van binnen. Het is hele fijne draad. En de trappas moet er mooi soepel ingaan. Dat is heel belangrijk. Dus dan wil ik ook dat die goed schoon is, dat er geen roest in zit, dat soort dingen. Dan vervolgens doe ik nog even een klodder vet. Dat doe ik aan de andere kant ook. Op deze manier gaat de trappas er straks veel makkelijker in. En daarnaast is het ook zo dat als we hem er ooit weer uit willen hebben, dat dat ook veel makkelijker gaat als je nu bij montage even wat vet erin doet. Naar voren draai je hem los, dus richting het achterwiel draai je hem weer vast. En dat moet heel makkelijk gaan. Je moet hier geen kracht hoeven zetten. Als je nu al op dit punt kracht moet zetten, dan zit hij er waarschijnlijk scheef in. En dan kun je je hele draad vermoeren. En dan heb je later een probleem. Dan zul je die draad weer opnieuw moeten tappen en zo. Daar heb je een tap voor nodig. Allemaal niet handig. Wat ik zelf altijd doe, ik draai deze kant er alvast een stukje in. Niet helemaal. En de kettingkastkant, die draai ik er wel helemaal in. Denk erom dat je de beugel van de kettingkast, als die erachter zit, dat je die er ook weer in draait. Je zult zeker niet de eerste zijn die dat vergeet en alles in elkaar heeft en er dan achterkomt dat die beugel er niet in zit. Hier is het ook weer hetzelfde verhaal. Naar voren gaat hij los, dus richting het achterwiel gaat hij vast. Ook hier kon ik het eerste stukje weer heel makkelijk handmatig doen. Hij moet er echt heel soepel in draaien en als dat niet het geval is, zorg dat je goed de schroefdraad controleert, dat je hem goed schoonmaakt, dat je goed vet erop doet, want het moet gewoon makkelijk gaan. Als hij een klein beetje scheef gaat, dan draai je alles kapot. Dus in principe moet je met je hand een heel eind erin kunnen draaien en dan pas de sleutel gebruiken. Deze kant draaien we nu als eerste wel helemaal vast, want hier zit die plaat achter, hier zit de rand op. Dus deze die moet helemaal vast en als die vast zit, dan pas draaien we de andere kant er verder in. Dus deze kant zit nu vast. Dan gaan we nu de andere kant vastdraaien. Deze kant draai je dus wel helemaal naar binnen. Hier zit geen kraag op. Dus die draai je gewoon totdat je niet meer verder kunt. En dan zit de nieuwe trappas er eigenlijk al in. Moeten we nu in dit geval de trapsensor weer even op zijn plek drukken. Bij normale fiets hoeft dat dus niet. Die moet weer mooi aansluiten. Nou, zoals je ziet, hij draait weer mooi mee. Dan kunnen we nu de cranks weer gaan monteren en de hele fiets weer in elkaar zetten. En dan ben je eigenlijk al klaar, dan heb je zelf je trappas vervangen. Een reparatie zoals deze, daar ben je bij de fietsmaker vaak ergens tussen de 75 en de 90 euro voor kwijt. Zo'n trappas zelf kost bij ons misschien 15 euro. Als je het dan zelf doet, nou, dan kun je best wel een hoop besparen. Dan ga ik er natuurlijk wel vanuit dat je al een cranktrekker en een trappassleutel hebt. Als je die niet hebt, nou, dan kost het alsnog wat, maar dan ben je alsnog voor een paar tientjes klaar. En dan kun je het vanaf dan altijd zelf doen. Dat is één. Dan gaan we nu de andere kant doen. En dan heb je nu zelf de trappas van je fiets vervangen. Het is dus echt wel goed zelf te doen. Hij kan wel vastzitten. Dan heb je misschien wat extra kracht nodig, wat extra doorzettingsvermogen. En wellicht iets van een luchtsleutel of een slagsleutel of zoiets. Maar het is in ieder geval heel goed zelf te doen. Ik zorg dat ik in de beschrijving nog even een linkje zet naar een artikel wat hier ook over gaat. Daar kun je ook alle producten vinden, zoals trappassen, trappassleutels, cranktrekkers. In ieder geval kun je met een paar tientjes investering dit helemaal zelf doen en als je al wat gereedschap hebt, dan is het nog veel minder. Als je iets gehad hebt aan deze video, zou ik het tof vinden als je even abonneert op dit kanaal en dan zie ik jullie in de volgende video.